En we vragen vanavond ook uw hulp in een ernstige zedenzaak. Politie en parket zoeken de identiteit van twee mannen die een meisje van 16 hebben verkracht op 28 september in het park van Maldegem. Dat gebeurde op klaarlichte dag, terwijl het meisje met een boek onderweg was naar de bibliotheek. Ze vertelt anoniem wat haar is overkomen. We geven haar de schuilnaam Ellen. Het was 5 uur of zo. En ik had aan mijn mama gevraagd of ik een kinderboek dat ik had liggen mocht gaan ruilen in de bibliotheek, omdat ik toch dat kinderboek niet lees. Dus ja. En ik mocht dat, dus ben dan eigenlijk gewoon naar buiten gegaan en dan op weg naar de bibliotheek. Het was nog licht, dus het was niet koud, dus moest me niet haasten om thuis te zijn. Ellen wandelt traag. Er is die dag een misverstand geweest met een paar vrienden. De berichten daarover slorpen al haar aandacht op. Ik dacht echt dat ik iets verkeerd had gezegd. Ik was al mijn berichten opnieuw aan het lezen, om te kijken of ik echt niets per ongeluk verkeerd had gezegd. Ja, ik was daar heel hard mee bezig. Ik was ook naar muziek aan het luisteren, dus ik had één oortje in. En dan, ja, dan let je niet echt op wat er rond je gebeurt. Ellen wandelt op het centrale pad van het park in de richting van het centrum van Maldegem. Het is ongeveer 500 meter van de ene kant naar de andere kant van het park. Je hebt eerst het voetbalveld en een speelplein. En dan heb je in het midden een stuk bos met een centraal pad door. Ik ging daar elke dag met de fiets door om naar school te gaan. En ook s'avonds dan terug naar huis met de fiets door het park. Eigenlijk nooit iets raars opgemerkt. Toen ik net voorbij het speelplein was, stonden daar twee venten en een bank. En opeens, die venten liepen dan ook op dat pad. En ik dacht gewoon dat die ook die richting uit moesten, want dat is maar één pad door dat park. Dan heb ik een beetje sneller beginnen lopen, omdat ik vond ze nogal eng. Ik heb dan ook een bericht gestuurd naar mijn vriend, dat er enge mannen achter mij liepen. Dan heb ik proberen bellen naar mijn vriend, omdat ik dacht van ja, als ik met iemand bel, gaan ze mij zeker niks doen. Maar mijn vriend nam niet op, want die zat bij het anders of zoiets. Dan keek ik achter mij en dat waren ze weg. En dat stond opeens voor mij. Ze hebben mij vastgepakt aan mijn armen, achter mijn rug. En ik kon niet anders dan vooruit gaan, want ik ging anders vallen. Ze duwden mij zo hard. Dus dan had ik opeens geen besef meer van waar dat precies was in dat stukje bos. En ja, dan opeens zeiden ze iets tegen elkaar en duwden ze me neer op de grond. Ik heb het gewoon laten gebeuren. Met de schrik dat ze mij iets anders zouden aandoen. Het is bijna niet te vatten dat op klaarlichte dag hier in het park een meisje verkracht wordt. Ja, inderdaad, dat klopt. Het is zo dat er wel al feiten en ook zedenfeiten hebben plaatsgevonden hier in het park van Maldegem. Maar deze feiten, deze verkrachting, die maandag 28 september, is toch wel redelijk uitzonderlijk. Nu, het is wel zo dat we hebben vastgesteld dat in die periode na 17 uur het redelijk kalm wordt in het park van Maldegem. En voor zover wij weten, is er eigenlijk niemand die omstreeks de tijdstip van de feiten iets verdacht heeft opgemerkt. Nu, mocht dat wel het geval zijn, dan hadden wij dat natuurlijk graag geweten, want alle informatie daaromtrent kan wel nuttig zijn voor het onderzoek. Jullie zoeken dus mensen die twee mannen mogelijk hier gezien hebben in het park. Ja, inderdaad. En eigenlijk willen we ook vragen aan de mensen die hier in de namiddag in het park hebben rondgelopen, die maandag, of zij niets verdacht hebben opgemerkt. Misschien liepen die twee mannen hier al eerder rond en hebben zij misschien andere mensen lastiggevallen of aangesproken. Dus alle informatie daaromtrent kan wel nuttig zijn voor ons onderzoek. Wat weten jullie over de twee daders?
Volgens het slachtoffer zijn die allebei ongeveer een dertigtal jaar oud. Zij zijn van vreemde origine. Zij hadden een getaande huidskleur. Een licht bruine tot bruine huidskleur. Ook donkere ogen en donker haar. En zij spraken een voor het slachtoffer onbekende taal. Zij hebben slechts één zin in het gebrekkig Nederlands gezegd. Nu, van die verdachten hebben wij ook robotfoto's laten maken. Er zijn twee verdachten, waarvan de eerste persoon een langwerpig gezicht heeft. Mm-hmm. Nu, die persoon zou de grootste zijn van de twee, ongeveer 1,85 meter. Die persoon heeft kort bros haar, heeft dikke wenkbrauwen die iets of wat doorlopend waren, een platte brede neus en heeft ook een baard in lijnvorm. En wat enorm opvallend was, is dat die persoon een litteken had ter hoogte van zijn linkeroog. En de tweede dader? De tweede persoon heeft een iets ronder gezicht. Ook kort haar, heeft kleine ogen, ook een platte brede neus en een kleine fijne mond, maar wel een dikkere onderlip. En die persoon die droeg een opvallend kleurrijke trainingsvest met de kleuren groen, paars en blauw in een soort van hokjesmotief. En die droeg witte Adidas schoenen, maar die waren wel vuil van de modder. Nu, de eerste verdachte die droeg op het moment van de feiten een lichtblauwe trainingsvest met witte strepen op, dus vermoedelijk van Adidas. Ze roken heel erg naar sigaretten en naar bier. En ze droegen hen er heel zenuwachtig. Een van de twee had een ring aan. En dat viel wel redelijk op, want ja, het zonlicht scheen erop en dat blonk nogal. Toen dat alles gedaan hadden, zeiden ze dat ik het zeker tegen niemand mocht vertellen of dat ze me terug gingen vinden. Alleen dat hebben ze in het Nederlands gezegd. En dan hebben ze mij daar laten liggen en ze is weggerend. Dan ben ik heel snel terug, ja, alles proberen te functioneren. En dan ben ik naar huis gegaan, zo snel mogelijk. Ik heb mij lang en veel gedoucht. Ik heb niks gezegd tegen mijn mama. Ik heb dat de volgende dag met de leerlingbegeleiding gedaan. En die heeft dat dan verteld tegen mama. En ik heb dan samen met haar aangifte gedaan. Ik vind wel dat die mannen gestraft moeten worden. En dat ze dat zeker niet naar nog andere meisjes mogen doen. Want wie weet is het daar al te laat voor. 11 weken na de feiten zijn de daders nog niet gekend. Politie en parket doen nu een oproep tot getuigen om hun onderzoek verder te helpen. We hebben tot nu toe alle onderzoeksverrichtingen gedaan die we konden doen. Maar nu willen we ons toch wel richten naar een ruimer publiek. Enerzijds een oproep tot getuigen van mensen die hier in het park van Maldegem waren, maar ook eigenlijk mensen die de verdachte mogelijk kunnen kennen. Vermoedelijk verblijven die momenteel niet meer in Maldegem. En gezien de ernst van de feiten is het toch wel heel belangrijk dat die personen worden gevat. Misschien heeft u wel een vermoeden wie de twee mannen zijn. Ze zijn van vreemde origine en hebben een getaande huidskleur. De man met het langwerpige gezicht is ongeveer 1,85 meter lang en redelijk gespierd. Zijn zwarte haar is kort geschoren en hij had op het ogenblik van de feiten een ringbaardje. Wat vooral opvalt is het litteken op zijn voorhoofd. De tweede man is iets kleiner, ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een rond gezicht en kort zwart haar. Op het moment van de feiten droeg hij dat opvallende trainingsvestje met de kleuren groen, paars en blauw. Als u een vermoeden heeft wie de mannen zijn, laat het dan snel weten op het gratis nummer van de politie 0800 30 300.